Met de keynote van Jan-Willem Wesselink. Jan-Willem Wesselink is programmamanager van de Future City Foundation en de City Deal. Het motto is: een slimme stad, zo doe je dat. Zowel Future City als de City Deal streven ernaar om de kansen die digitalisering bieden zo te benutten dat regio's, steden en dorpen nog leefbaarder worden en democratischer worden. Ik wil beginnen Jan-Willem het woord te geven, maar ik wil nog even huishoudelijk meedelen dat als je een vraag wilt stellen, dan kan dat in de chat. En de chat kun je activeren door de roze button rechts onder je scherm ook te gebruiken. Dan kun je dus vragen stellen in de chat. We zullen elke spreker ongeveer 15 minuten aan het woord laten en daarna de vragen gaan beantwoorden die in de chat worden gesteld. Ik zou willen voorstellen dat we beginnen met Jan-Willem. Jan-Willem, succes en the floor is yours. Dankjewel. Ben ik goed te verstaan en te zien en alles? Ja, dat is dan vast een ja. Ik ga nu even mijn scherm delen. Even kijken hoe dat ik weer moest. Ja, delen. Zien jullie nu mijn presentatie? Hallo? Ja, die zien we. Ja, oké, top. Ja, je moet het altijd maar weten. Ik zit niet op het Zuidlaardermeer, maar ik zit wel in Deventer. Dat is ook best wel ver weg. En ik ben hier namens de Future City Foundation en de City Deal een slimme stad, zo doe je dat. En ik wil in deze presentatie in het kort uitleggen wat onze visie is op de slimme stad. Waarin 5G natuurlijk een onderdeel is, maar geen doel op zich. Het doel op zich is om te begrijpen hoe de stad verandert. Want als alles verandert door internet, hoe verandert dan de stad? Ik doe dat zelf vanuit de Future City Foundation. Maar houd me ook bezig met bijvoorbeeld het kennislab voor urbanisme. En Future City is een movement of communities. Deze foto's van na corona. We zijn een Fiber iHub. En dit is ons netwerk met ongeveer 70 partijen nu in Nederland. En met die partijen zijn we bezig om publiek en privaat te verbinden op het vlak van tech en stad. Dus wij proberen de brug te slaan tussen smart en city. Door middel van het maken van boeken en events. En zo echt publiek-private samenwerking te krijgen. En bezig zijn met bewustwording, visievorming, processen en projecten. En dat doen we, want die vraag krijgen we natuurlijk. Er zijn heel veel belangrijke dingen in het leven. Ik kreeg gisteren mijn prik, dat vond ik aanzienlijk belangrijker dan Smart City. Dat doen we omdat als internet alles verandert, de vraag is hoe dat dan gebeurt. En je kan daarbij leren van hoe de muziekindustrie is veranderd. Dit is een grafiekje wat een paar jaar geleden in The Economist stond, maar wel illustratief is. En dan zie je dat in deze industriële revolutie taken verdwijnen. Je moet geen cd-bakker meer zijn, zeg maar. Je kan veel beter je bijvoorbeeld richten op streamingdiensten, maar ook daar zie je dat er nieuwe opkomen en weer verdwijnen. Je ziet dat er in zo'n economische verandering, in zo'n industriële revolutie waarin we in zitten, nieuwe producten worden aangeboden. En dat aanbod ook een vraag creëert. Het is niet alleen maar zo dat er vanuit de vraag wordt geredeneerd. Niemand vroeg om een iPhone en ik ben er toch elke dag weer blij mee. En ik vervloek hem ook. Dat wensen en burgers centraal komen te staan, zoals hier de artiesten. En dat er nieuwe kansen zijn en die leveren ook nieuwe spelers op. Een andere manier naar urgentie kijken. En ik benadruk dit even omdat het gewoon belangrijk is om dat te begrijpen. Een andere manier om naar urgentie te kijken is, wat de eerste treden is dat je moet bedenken, hoe pas je nou die nieuwe technologie en die digitalisering en technologisering toe in je huidige opgave. Dus hoe doe je je bestaande werk zo goed mogelijk? Dat verwacht ik van de automonteur die net belde dat hij mijn auto had gemaakt. Maar ik verwacht het van elke vakprofessional om mij heen. De tweede stap is dat er in zo'n industriële revolutie nieuwe kansen en nieuwe bedreigingen ontstaan en die benut en opgelost moeten worden. Bijvoorbeeld een nieuwe kans is, je kan veel preciezer, of je kan een nieuwe kans, bijvoorbeeld je kan vanaf het Zuidlaardermeer meedoen aan een sessie als deze. Een nieuwe bedreiging is dat je ook op dat Zuidlaardermeer gehackt kan worden en al je data kwijt kan zijn. Dus daar moet je voor oppassen. En ontstaat uiteindelijk ook een nieuwe realiteit, een nieuwe stad, een nieuwe manier waarop steden functioneren en een nieuwe visie daarop. En wij vinden daar ook iets nieuws van. We vinden het uiteindelijk, om bij het voorbeeld te blijven, ook normaal dat mensen vanaf het Zuidlaardermeer een presentatie gaan geven. Nou, dat hebben wij
Vervolgens hebben we met een groep partners onderzocht hoe dan de stad verandert. En we kwamen erop uit dat de technische verandering is dat we een netwerk worden. En daarin willen we, dat willen we op een duurzame en democratische manier. En dat netwerk leidt ertoe dat we flexibel worden en betekenis ontwerpen. En dat wil ik in de rest van de presentatie snel uitleggen. Ik doe alles snel, want ik heb een boel slides. En hoe kwamen we daar? Nou, eerst wil ik even aan jullie voorleggen van, we zitten in die revolutie en ik ben van de vorige eeuw en daarmee oud. En daar moet je altijd wel rekening mee houden dat je toch een beetje door zo'n oude bril kijkt naar deze verandering. En nieuwe generaties die deze eeuw zijn geboren, zien de wereld al heel anders. En het tweede disclaimer van dit verhaal is dat we het hebben over de toekomst en dat die zich maar lastig laat voorspellen. En tegelijkertijd ook weer wel. Nou, om te beginnen bij technologie, daar weet u natuurlijk alles van, want u bent van de 5G. Maar wij leggen de technologie uit dat zoals er een elektriciteitslaag onder de stad werd gelegd, er nu een netwerk over de stad komt. Dat bestaat onder andere dus uit die 5G, maar ook uit andere manieren om met elkaar verbonden te zijn. Dat genereert data, tenminste de tools die daarin zitten genereren data. En die kan je weer gebruiken in de smart city. Dat netwerk is natuurlijk wel heel erg belangrijk en dat moet ook ontworpen worden. Dat komt er niet vanzelf, dat moet je bouwen. En daarbij moet je ook rekening houden hoe mensen denken over dat netwerk. We moeten daaraan wennen dat dat is. En je moet begrijpen dat het allemaal met algoritmes gebeurt. Begrijpen wat een algoritme is, is net zoiets als begrijpen wat benzine is. Het is heel erg essentieel om vooruit te komen, maar je hoeft het niet zelf te kunnen maken. En je moet ook beseffen dat we altijd online zijn. En dat is zeg maar het technische stuk, dat is smart. En als je dan kijkt naar city, wat verstaan wij onder regio, steden en dorpen? Wij vinden dat een stad een verzameling mensen is die graag bij elkaar is. En in de City Deal, slimme stad, zo doe je dat, hebben we gezegd dat we daarbij moeten focussen op de grote opgaven die ons land en de rest van Europa voor zich ziet. En die kan je eigenlijk best wel goed samenvatten in Sustainable Development Goal nummer 11. Maak steden menselijke nederzettingen inclusief veilig, veerkrachtig en duurzaam. Dat is het doel, vind ik, in ieder geval binnen de City Deal, een slimme stad, zo doe je dat, waar we mee bezig zijn. En dat moet op een democratische manier. En dat is niet vanzelfsprekend. We denken in de wereld op verschillende manieren over hoe we samenleven. En wij hebben democratie vertaald vanuit het rapport opwaarderen van het Radfinaal Instituut, die deze 7 principes als uitgangspunt neemt. Dat is natuurlijk nog niet zo heel erg gemakkelijk. Hè? Dat kan je wel makkelijk zeggen, maar hoe dan? En daar hebben we al eerder bij de Future City Foundation een boekje over gemaakt. Dat heet Smart en Leefbaar. En daar hebben die dilemma's verder, of die opgave verder uitgewerkt. Nou, menselijke waardigheid is daar een voorbeeld van en dat kan je dan met zulke schuifjes kan je dat nieuwe dilemma vormgeven. In de City Deal een slimme stad en binnen de Future City Foundation hebben we dat verder uitgewerkt in een modelverordening waarmee je Smart City toepassing in de openbare ruimte kan borgen in je eigen gemeente. En dat is belangrijk omdat het vastleggen van dat soort processen het gemakkelijker maakt om volgende stappen te zetten. Als je Smart en City samenvoegt, kom je natuurlijk op de vraag hoe veranderen. Kom je op Smart City en daarbij is de vraag hoe verandert nou technologisering en digitalisering onze regio's, steden en dorpen. En de kern daarbij is dat afstand en plaats een hele andere betekenis krijgen. En dat excessiviteit op informatie verdwijnt. En een eeuw geleden hadden ruimte nog die excessiviteit op informatie, zoals hier in 1908. En die is verdwenen en internet is daarbij een slim netwerk in tegenstelling tot een boel andere netwerken. En alles wordt daar ook onderdeel van. En dat moet je ontwerpen. Dus hè, dat is weer een ontwerpopgave. Want ook de wijk wordt al, als alles een slim netwerk wordt, wordt de wijk ook een slim netwerk. En de vraag is natuurlijk hoe je dat doet op een manier dat het de democratie versterkt en de leefbaarheid vergroot. Nou, en een opgave die je daarbij ook hebt, en daar weet u veel meer van dan ik, is dat je ook met 5G op een nieuwe manier je ruimte kan ontwerpen. Dus hè, en een mooi voorbeeld daarvan, wat ik dan in ieder geval zelf snap, is dat we in dit land af en toe een wat grotere ramp hebben, helaas. En dat vroeger daarbij mensen naar ziekenhuizen moesten worden gebracht. En dat we op een gegeven moment natuurlijk de artsen in de hele wereld kunnen inzetten
om slachtoffers ter plekke te kunnen opereren in operatiecontainers of in ambulances of zoiets. Nou, zeg maar, er ontstaan hele nieuwe mogelijkheden om met je ruimte om te gaan als je internet hebt via 5G. Nou, via al die slimme netwerken genereren we data, waarbij dat veel klinkt, maar op een gegeven moment wennen we daar ook weer aan. En die data kunnen we gebruiken in onze planvorming, bijvoorbeeld in een digital twin. En voorbeelden daarvan zijn smart grids of een slimme regenton. En dit alles kan leiden tot een veel meer real-time omgevingsbeleid wat niet vast ligt, maar veel meer afhankelijk is van de omstandigheden. Dus dat de stad letterlijk er anders uitziet bij als het regent, of dat de stad reageert als de luchtverontreinigingwaarden te hoog zijn, dat je er dan bijvoorbeeld niet meer mag. Het meest fascinerend en het lastigste te begrijpen vind ik ook wel dat afstand tussen steden of plekken in de wereld verdwijnt en dat het eigenlijk dus niet meer uitmaakt waar je bent. Ik snap wel dat het ons dat heel erg flexibel maakt. Maar dan kan je natuurlijk ook wel op het platteland gaan wonen, zeg ik als jongen die aan de rand van Deventer woont, die dat dus half doet. En toch zie je dat niet helemaal, want we zijn gewoon graag in de stad, omdat de stad een fijne plek is en niet per se omdat we er moeten zijn. En ook wel omdat internetdiensten natuurlijk dichtheid nodig hebben. De ontwerpopgave daarbij is dat je die regimes moet ontwerpen. Dus je moet flexibele regimes maken. Je moet focussen op structuren en functies in elkaar laten overlopen. En voorbeelden zijn co-working spaces en een mobility as a service systeem. En tenslotte, als je dan overal kan zijn, wordt de vraag natuurlijk heel erg gegrend waar je dan bent. En we kunnen dan gewoon in theorie overal zijn, want we kunnen overal, zelfs op het Zuidlaardermeer, kunnen we gewoon werken, als het bootje niet omslaat. En als dat kan, wordt dus de vraag heel belangrijk, waar ben je dan? En ik heb gisteren de vaccinatie gehad, dus ik mag weer overal zijn. En net zoals ik alle muziek kan luisteren, wat luister je dan? Alle kranten, wat lees je dan? En ik denk dat ik weer straks gewoon ga werken waar ik wil werken. En daarbij ben ik op zoek naar de plek die me heel erg bevalt. Waarbij ook wel weer de ontwerpenopgave is, je wordt er ook wel een beetje in genept, want dit ziet er heel Frans uit, maar is gewoon de bakkerbad van Parijs. En het is ook wel zo dat je niet alles, juist als een soort tegenwicht, niet alles moet ontwerpen. Deze plek is niet ontworpen. Er zit toch nog wel aardig wat technologie in. Kijk maar naar die box. En die kan natuurlijk op een gegeven moment ook draadloos. En kijk naar alle mensen die op hun telefoon ondertussen zitten. En, dus hier zit meer technologie in dan je denkt. En we vroegen aan partners van, wat vinden jullie nou een fijne plek? En dan komen mensen ook juist met prikkelvrije plekken. Dus het is ook alweer een soort tegenwicht. Het geeft je ook de mogelijkheid om te ontwerpen met stakeholders, zoals hier in Sittard is gedaan. En zeg maar, dit verhaal hebben we als uitgangspunt genomen voor een city deal, voor de city deal Slimme Stad, zo doe je dat. Uiteraard online getekend, een halfjaartje geleden. En deze partners zijn daarop aangehaakt en we nemen dan inderdaad weer die principes als uitgangspunt en focussen op het midden, op de processen. Dus die visie die heb ik u net uitgelegd, de pilots en producten krijgt u later in het verhaal. Wij zijn heel erg bezig met, welke processen moet je nou veranderen om daar te komen? En die willen we verzamelen in een toolbox, maar die willen we ook samen ontwikkelen met die partners die we hebben. En we focussen dan op deze procesvragen in deze werkgroepen. Dus we zijn bezig met hoe we steeds een urban data platform aan, tot smart mobility, tot ethiek. En dat is mijn verhaal. Het is 190 deelnemers zijn de mensen. We hebben ongeveer 60 partners nu. Dat is mijn verhaal. Ik hoop dat ik een beetje binnen de tijd ben gebleven. Dacht het wel. Als er vragen zijn, hoor ik ze heel graag. Moet ik even kijken hoe ik er weer uitkom. Dankjewel, Jan Willem. Ook dank voor je heldere uiteenzetting. Ik heb geconstateerd, terwijl je aan het praten was, dat er een probleem bleek te zijn met de uitnodigingslink. Dus een aantal gebruikers heeft wel de goede link weten te vinden. Een aantal niet. En dat zou ook misschien kunnen verklaren dat het aantal vragen nu even nog niet groot is. Excuus daarvoor aan alle deelnemers die wel inmiddels toegang hebben. We proberen dit zo snel mogelijk te verhelpen. Dus en anders kunnen we het verhaal terugkijken op onze site. Daarom. En er waren gelukkig wel enkele tientallen deelnemers al wel in de call. Maar ik kreeg wat signalen dat voor sommige mensen de link niet werkte. En het zou kunnen zijn dat sommige mensen
van ons een oude link hebben gekregen. Dus nogmaals daarvoor excuses. Ik stel voor dat we, als er nog vragen zijn over jouw deel, dan komen we die straks zeker nog op terug, Jan-Willem. Voor nu dank. We zorgen in ieder geval ook dat de slides voor iedereen straks te vinden zijn. En natuurlijk het verhaal kan worden teruggezien op de website. Ja. We gaan kijken of we inmiddels verbinding hebben met Mark de Wit vanuit het Zuidlaardermeer. Dat was technisch nog niet eenvoudig. Ik wil even van de regie horen of dat inmiddels gelukt is, of dat we eerst het woord gaan geven aan onze derde spreker. Ellen, kun jij dat ophelderen? Ellen blijft stil. Ik stel voor dat wij dan eerst naar onze derde spreker gaan, Hans Haaien van Mug. Hans, zullen we eerst het deel van jou nu voor onze rekening gaan nemen? Ja, Hans die reageert. Dag Hans. Goedendag. Welkom Hans en fijn dat jij zo flexibel bent om niet als derde, maar als tweede spreker reeds ons aan de hand te nemen. Hans Haaien is afdelingshoofd bij MUG Ingenieursbureau, vooral bezig met geo. Hans, jij gaat ons bijpraten over een aantal pilotprojecten waarin jij ook experimenten hebt gedaan met 5G in combinatie met sensoriek voor zowel trillingen als voor waterpeilbeheer. Jij hebt daar een aantal ervaringen met ons te delen. We hebben daar ook een aantal slides voor die we met jou gaan doornemen. Dus ik wil heel graag jou het woord geven en met jou de belevenissen horen van jouw pilotprojecten met 5G. Hans, the floor is yours. Dankjewel, Peter. Misschien de presentaties te zien? Ja. Ja. MUG Ingenieursbureau. Ik moet even mijn bedieningsschermpje naar voren krijgen. Moment. MUG Ingenieursbureau. Leek, Wachtum. We hebben een aantal disciplines. Infrawater en natuur, milieu, archeologie. Energie en de afdeling waar ik verantwoordelijk voor ben is geo-ICT en geo-info. Als je daarop inzoomt, dan zie je dat geo, dat we de keten vanaf het inwinnen tot het beheren van die data en het slim gebruiken van die data, dat we daarin zitten. Dat doen we met zo'n 70 mensen. En dat is een mix van innovatief en traditioneel. We zijn getriggerd door 5G, omdat wij in een omgeving zitten waar we verschrikkelijk veel meten. Metingen aan gebouwen, metingen aan water, metingen voor waterschappen, profielmetingen, hoogtemetingen, bodemmetingen. We meten verschrikkelijk veel. Je ziet dat alles wat daar gemeten wordt door de technologie verandert. Sensoren belangrijk worden en het omgaan met sensoren onontkoombaar is. Daar lopen we tegen een aantal praktische problemen aan waar 5G ons zou kunnen helpen. Als je gaat kijken van het meten aan de omgeving, dat doe je om inzicht te hebben in de status van je areaal, de status van je gebouw of de ligging van je gebouw. Wij werken op vele projecten waarbij geodata verschrikkelijk belangrijk is. Geodata van de ondergrond, geodata van projecten die wij doen, samenwerkingsportalen. Hier zitten een paar voorbeeldjes bij waar het projectje Middenbomen, projectje, dat is de Ringweg Zuid, van waar de hele planning van de nieuwe ringweg met geo beheerd wordt. Alle mogelijke statische data zit daarin. En dan moet je denken aan data als de gebouwen die mogelijkerwijs beïnvloed kunnen worden door het aanleggen van de weg. Maar ook gebieden waar teerhoudend asfalt ligt, waar je op een andere manier met het weghalen om moet gaan. De ligging van monumentale bomen, archeologische zones, niet gesprongen explosieven. Alle mogelijke omgevingsdata hebben wij in portalen.
5G Groningen is voor ons interessant, omwille van de 5G-technologie. En wij zien dat met de sensoren die we hebben, of met de traditionele metingen, en de werkwijze die nu veelal gehanteerd wordt, dat je heel veel meet achteraf. Voor de zakking van een gebouw, voor de deformaties van een gebouw, sla je meetboutjes en die meet je periodiek. En pas achteraf zie je dat er schade is en je zou eigenlijk veel korter op de meting willen zitten. Van niet achteraf het resultaat hebben, maar gewaarschuwd wordt als er een patroon ontstaat die ongewenst is. Dus je wil die data eigenlijk real-time hebben. We zetten sensoren in, maar je ziet ook dat die sensoren veel energie gebruiken. En als je iets met datacommunicatie wil, dan ben je eigenlijk afhankelijk van 3G of 4G modules. En die zijn net zoals je mobiele telefoon, doen dat een dag en dan moeten ze weer opgeladen worden. Van in de buurt van stroombronnen zit je niet vaak, van als je in het landelijk gebied aan het meten bent. Dus 5G, dat voorspelde dat daar veel minder energieverbruik bij nodig was. En dat triggerde ons om daarmee aan de slag te gaan. Een ander traject wat wij zagen is dat er vele sensorleveranciers zijn die hun eigen user interface opleverden. Dus in een project waar je met geluid bezig bent, met trilling bezig bent, met grondwater bezig bent, van met welke meting dan ook, moet je inloggen op een portaal van de sensorleverancier om de sensor uit te leveren. Nou, wat wij graag wilden is sensoren onafhankelijk van een user interface en koppelen aan onze eigen geoportalen, zodat we de statische data kunnen combineren met actuele data. En denk dan aan een trilling die ergens plaatsvindt die ongewenst is, van dat je meteen de analyse kan maken, hey, staan daar gebouwen in de buurt van die beïnvloed zouden kunnen worden, die we moeten inspecteren. Van zijn daar woningen van voor 1930 met slechte funderingen? Van dat soort analyses kan je maken of zit je in de buurt van risicogebieden? Dus onze trigger om aan te sluiten was lager stroomverbruik, sensoren koppelen aan het geoportaal. Dat was de aanleiding om in te stappen. Dit is gerealiseerd. We hebben sensorkoppelingen, API's kunnen ontwikkelen om streams van sensoren af te tappen en die over te brengen naar ons eigen portaal en daar de omgevingsdata en real-time data te combineren. Ik zal zo meteen aangeven dat dat erg makkelijk lijkt, maar dat daar toch wel wat ongewenste patronen in plaatsvonden. Dit is een gelukt traject om de trillingsensor in dit geval open te knippen en de streams door te geven aan ons eigen platform en te combineren met omgevingsdata. Dat hebben we als Scrum gedaan. De techniek die we gebruikt hebben is Narrowband IoT. De sensorleverancier was Omnidos. We hebben gebruik gemaakt van het netwerk van Vodafone en de serveromgeving. Die is gehost door de Rijksuniversiteit Groningen. En er zijn op alle mogelijke manieren koppelingen gemaakt, aftakkingen gemaakt. S3 software is gebruikt. Hier is een plaatje bij van wat globaal aangeeft van hoe de architectuur van de oplossing is. Het resultaat, helaas kan ik het niet laten zien, want de afspraken in subsidies, gesubsidieerde projecten, is dat je alleen maar prototypes ontwikkelt die je vernietigt na het einde van het project. Maar de screendumps hebben we gelukkig kunnen bewaren. Dus de kerk in Wedum, van die hebben we gebruikt als een object om 5 sensoren in te plaatsen. En die sensoren zijn middels 5G-technologie gekoppeld aan ons geoportaal. Van een bewust gekozen voor het aardbevinggebied, want dat trilt wel eens wat. Maar de feitelijke inzet van trillingen zal je bij bouwschade vooral in gaan zetten. Maar hier zijn dan de tijdreeksen die we hebben kunnen zichtbaar maken in ons portaal. Van wat alertes erop als bepaalde grenswaarden overschreden werden. En die werden overschreden door een aardbeving verder op in Europa. In Albanië was een aardbeving die we konden registreren en die gaf een alarmwaarde af. En onderin zie je dat je kan inzoomen op afzonderlijke trillingen op een kortere tijdreeks, waarbij je dan een patroon kan onderzoeken tussen x, y en z waardes die veranderen als gevolg van een trilling. En eromheen zijn een aantal plekken, de oranje spots, dat zijn plekken waar aardbevingen plaatsgevonden hebben, zodat je omgevingsdata en real-time data met elkaar
gaan combineren en volanalyse gaan maken. Nou, we hebben het ons niet makkelijk gemaakt van deze pilot. Van, je ziet dat als er iets aangepast moet worden in de sensor en een narrowband IoT techniek toegevoegd moet worden, van dat veel langer duurde voordat het werkend was dan we ons in onze planning toegerekend hadden. Het project is uitgelopen. En dan zie je dat het allemaal zo nieuw is en zo ingeregeld moet worden dat prototypes veel meer tijd kosten dan gedacht. Voor ons lastig, want we hadden de koppeling nodig, dan konden we verder gaan. We hebben het ons ook moeilijk gemaakt door trilling te gaan gebruiken als component. Dan heb je direct te maken met X, Y en Z. En we hadden ons veel beter kunnen beperken tot één dimensie, een hoogte, een geluid en een diepte, waarbij je een waarde en de tijd alleen maar veranderen. Maar we hebben toch veel meer moeten programmeren dan we dachten. Van de standaard mogelijkheden van die leken er te zijn om koppelingen te maken, we moesten veel meer maken. En de energiebesparing is indrukwekkend. Toch met deze ervaringen en 5G als nieuwe was het omzetten naar een commercieel product iets van de lange termijn. Maar wat we wel gezien hebben, dat deze innovaties onze technische mensen enorm geïnspireerd heeft. En ook op een andere manier zijn gaan denken. Nou, met deze ervaring zijn we een veel praktischer traject ingegaan van grondwater. Eén dimensie die je meet ten opzichte van tijd. Eén keer in de 10 minuten is genoeg. En we zijn gaan experimenteren met een aantal sensoren, maar vooral modules, 5G-modules, om te kijken van hoe je die moet plaatsen in het veld. Als die in de ondergrond kunnen werken, van als je een pijlbuis maakt, van hoe je dat gaat doen. En we hebben ook niet te veel willen programmeren, dus we hebben gebruik gemaakt van het KPN Things netwerk, een IoT-oplossing, waarbij je veel eenvoudiger connectors kon gaan maken. En eigenlijk pre-5G technologie die wel landelijk beschikbaar is, toen al beschikbaar is, LoRa, LTE-M, van als nieuwe techniek, maar iets wat sneller inzetbaar is en breder inzetbaar is. Nou, dat heeft geresulteerd in deze prototypes. Van het is gelukt om de grondwatersensor via 5G te benaderen in plaats van te langs rijden en hem dan op afstand uit te lezen met RFID technologie. Van, dus 5G gaf het signaal rechtstreeks door aan via Things van KPN naar onze portal. En daar hebben we een onderdeel kunnen maken waarbij we de tijdreeksen inzichtelijk kunnen maken. Van veel eenvoudiger, veel sneller en veel praktischer dan de eerste pilot, waar we ons eigenlijk een beetje in verslikt hadden. De belangrijkste ervaring in het breedte van mooi met die technologie aan de slag te gaan, omzetten in een commercieel product best lastig. Je ziet dit als een subsidietraject, maar eigenlijk is 5G veel meer. We hebben meer ervaring met subsidies, maar je belandt al snel in een juridische verantwoording van wat je doet, in plaats van dat je er echt van leert. En 5G helpt je om dat op een veel praktische manier te doen. Waar we ook onder indruk zijn, is dat een netwerkorganisatie is en een kennisorganisatie die je veel meer biedt en je ook helpt om die prototype commercieel uit te nutten, marketing daaromheen te zetten en een stukje accountmanagement daarin. Dus dat zijn onze ervaringen met 5G, hou het praktisch, technisch wel wat vertragend, maar ondertussen inspirerend en verbindend in de regio. Alsjeblieft. Dank je wel, Hans, voor dit prachtige verhaal om ons deelgenoot te maken van twee pilots die je hebt gedaan. En ook het eerlijke verhaal, want dat vond ik wel heel mooi om te zien. Je zegt ook van, we hebben met name bij die trillingssensoren ons toch wel wat verkeken op de programmeerwerk en het werk wat erbij komt kijken. Kun je daar nog heel iets meer over zeggen? Wat precies daar nou de kwestie was waardoor jullie daarop gekeken hadden? Want dat is heel leerzaam, denk ik, ook voor de mensen die meeluisteren en kijken naar dit seminar. Geloof nooit PowerPoints. Wat zeg je? Geloof nooit PowerPoints. Van de presentatie van de producten die lijken indrukwekkend om alles te kunnen totdat je ze gaat gebruiken. En daarachter komt dat je toch veel meer moet toevoegen dan de standaard software beoogd te doen. Dus het viel ons tegen dat wij niet even een model konden bouwen en konden scripten, maar je moest toch veel dieper in de tooling om echt de dingen uit te kunnen lezen.
Van, de platform heeft ons wat in de steek gelaten, hoewel daar nu wel weer ontwikkelingen zijn dat het wel gebeurt dat nu. Maar ja, we zijn te veel vanuit de specs gaan denken. En zat dat in het domein van het 5G en de connectiviteit, of zat dat meer in het platform waarin al die data samenkwamen? Ja, nee, het platform waar die data zat. Oké. Dus dat is voor jullie ook weer een takeaway geweest van dat het niet alleen maar is van het ophalen van data, maar juist ook het integreren met een platform en daar ook zinnige informatie uit te halen waar je dan ook echt iets aan hebt in jullie ingenieursactiviteiten. Ja, zeker. Ik zie een vraag binnenkomen van Roland. Die vraagt, Hans, wat ga je doen als 5G landelijk toe te passen is? Ga je dan verder met deze innovatie? Ja zeker. We weten nu in ieder geval dat we slim met sensoren om kunnen gaan. En dat we qua stroom veel langduriger sensoren kunnen plaatsen. Van, dat is ook voor de CO2-uitstoot is dat natuurlijk hartstikke handig. Dat je niet met auto's overal heen gaat rijden. Want dus met grondwater beginnen we nu voor onze eigen metingen beginnen we steeds vaker gebruik te maken van dit soort sensoren. En zoals ik zei, we moeten het commercieel nog beter uitnutten. In tender zie je dat als we dat beschrijven van wat we daarmee kunnen, dat het enorm waardeert, maar het blijft lastig om van een pilot echt in productie te komen. Dus klanten waarderen het, maar die ontvangen het toch nog wel wat terughoudend en die leunen snel op ouderwetse technologie. En de meetwereld is overgeprotocoliseerd, dus als je een alternatief voor een gestandardiseerde bouwtjesmeting hebt, dan moet je bij een Rijkswaterstaat of een ProRail, ik hoop niet dat ze erbij zitten, moet je heel erg je best doen om te laten zien dat er alternatieven zijn. Oké. Dat is wel goed om te weten. Dus dat is ook een lessons learned. Ik zie nog twee vragen binnenkomen van ons publiek, dus ik ga ze even met je langs. Roland vraagt, zijn er nog andere toepassingen die je ziet in het ruimtelijke domein? Ja, op het gebied van 5G? Nou ja, met dit soort technologie en sensoriek enzovoort. Hè. Jij zit natuurlijk in de ingenieurswereld. Zijn er nog andere toepassingen waarvan je denkt, die zouden ook... dat is de vraag denk ik die Roland hier wil stellen, in het domein van de leefomgeving en de ruimtelijke ordening? Ja, het is nu vooral omgevingsdata ophalen, van als jou eigenlijk wel graag koppelingen wil maken, slimme bruggen, van waarbij je opnames kan maken van als een aanvaring plaatsvindt, van dat je dat met de sensor eigenlijk al gezien hebt en dat je camera aanzet, zodat je wat met die waardes kan doen. Dus ja, ik zie in de koppeling van iets meten en dan een actie ter plekke gaan doen, zie ik nog wel heel veel mogelijkheden. Oké, dankjewel. En dan heb ik een vraag van Henk Kreft. Dag Henk, we kennen elkaar, leuk om je ook te ontmoeten in deze sessie. De vraag is op termijn 5G echt een must-have voor jullie of zien jullie ook andere connectiemogelijkheden voor de toekomst? Nou ja, dat gaf ik al aan, dat 5G met narrowband IoT, van nu met LoRa en LTE-M, hebben we ook al leuke winsten kunnen halen. En dat is wel beschikbaar. Het helpt je denken, anders te denken. Van je kan sensoren plaatsen op plekken in het landengebied waar je er anders niet aan gedacht had. En alles rondom meten gaat de komende tijd veranderen. We zetten nu drones in, van ook die data, die moeten over. Dus een collega-partner van 5 Groningen, die heeft slimme techniek gebruikt om die data real-time over te krijgen en mee te kunnen kijken. Want dat zijn technieken waar we nieuwsgierig in meekijken. Ja, en nog iets over die energie, die zuinige omgang met energie van die technologie. Kun je al iets van ervaring delen over hoe lang je denkt dat een sensor die jullie gebruiken met zo'n batterijtje kan draaien zonder dat je de batterij hoeft te vervangen? Nou, als we de grondwatersensor vol continu gingen uitlezen, dan konden we een maand ongeveer uitlezen. Die frequentie hebben we helemaal niet nodig, maar we hebben dat wat overdreven. Dus we hebben 10 minuten waardes nu gezet en dat geeft jarenlang signaal door. Dus dat past heel goed. Dat is interessant, want in een vorige masterclass hadden wij ook Jos Bredek van de Hans Hogeschool die onderzoek heeft gedaan. En die constateerde inderdaad dat met name het zenden van de data, dat de meeste energie verbruikt. Dus niet het meten met de sensor, maar juist het verzenden van de data. En daar was inderdaad ook een duidelijk verband tussen de frequentie van zenden en de energiebehoefte. Dus jij zegt ook van, nou ja, in ons geval elke 10 minuten, dan kun je jarenlang met één batterij die data blijven uitwisselen met de ontvanger. Nou, grondwater is niet super dynamisch, maar wel belangrijk. Van als je ergens grondwater onttrekt omdat je aan het bouwen bent, een damwand wil slaan,
dan hoef je niet real-time te hebben, maar je wil eigenlijk wel om de 10 minuten kijken wat er gebeurt. Want dan kan je je bronbemaling uitzetten of verminderen. En dan voorkom je dat bijvoorbeeld een voetpad wegzakt. Ja. De 10 minuten zijn daar toepasbaar. Ik kan me genoeg andere metingen voorstellen waar je dat continu wil. Ja, mooi. Hans, ik wil jou hartelijk danken voor jouw heldere uiteenzetting van hoe jullie in de praktijk hebben gewerkt met toepassingen met 5G, met name in de wereld van Internet of Things. Dank daarvoor. Ik wil nu naar de volgende spreker gaan. En nogmaals, als er nog vragen zijn voor Hans, blijf ze stellen in de chat. Want we hebben aan het eind nog even een soort wrap-up waar nog wat vragen kunnen worden behandeld. We gaan nu over, als de techniek nu helemaal stabiel is, naar Mark de Wit. Mark is eigenaar van Biomark Biotechnology en hij is samen met Wout van Wezel, die partner is in dit project, een 5G-pilot gestart om te onderzoeken wat technisch mogelijk is op het water, de meten van waterkwaliteit. Mark die wordt geïntroduceerd aan de hand van een filmpje, als het goed is, waarin even iets vertelt over hun technologie. En dan gaan we live overschakelen naar het Zuid-Laardermeer, waar Mark zijn presentatie vanaf een plek in het Zuid-Laardermeer zal gaan geven. Ik wil de regie vragen om de film te starten van Mark. We zijn hier aan het Schildmeer, midden in het EBG-gebied van Groningen. Wij hebben ons aangemeld bij het 5G-netwerk om nieuwe sensoren te gaan testen die signalen versturen met behulp van het 5G-netwerk. Vroeger deden we dat met het 3G, 4G-netwerk. Het nadeel daarvan was dat we hele grote accupakketten nodig hadden om die signalen te verzenden. En die signalen kwamen niet altijd even betrouwbaar aan bij onze computers in ons kantoor om verwerkt te worden. En de belofte van 5G is dat die signalen veel betrouwbaarder, goedkoper en met minder energie verzonden kunnen worden dan de huidige 3G en 4G methode. Wat we hier op het ogenblik meten, dat zijn een aantal parameters die van belang zijn voor waterkwaliteitsbeheerders. Dat ook niet alleen in water, maar ook in lucht en ook in de bodem. Dit is wat we tot op heden gebruikten. Heel groot, vanwege die accupakketten. Zonnecellen erop, grote antennen om die 4G-signalen door te sturen. Dit is hoe we het nu kunnen doen. Alles zit hierin, de sensor, de zendapparatuur, de batterij. Veel kleiner, veel energiezuiniger. En het grote voordeel van dat het goedkoper is, is dat we er ook veel meer kunnen gaan plaatsen. Waardoor je ook veel fijnmaziger data kunt verzamelen. En je kunt je voorstellen, een grote boei die kun je niet even makkelijk opschalen van doet maar 10. En dat kan hier wel mee. Waardoor we in een meer als dit ook veel fijnmaziger de temperatuur bijvoorbeeld kunnen meten. En de geleidbaarheid, waardoor we de waterkwaliteit veel beter in de gaten kunnen houden. Alles zit hierin. Alle metingen die we willen gaan verrichten kunnen met behulp van dit kleine zonde worden verzonden via het 5G-netwerk. Nou, de testen die we nu hebben gedaan, die zijn ontzettend veelbelovend. We kunnen niet alleen signalen verzenden aan het oppervlakte van het water, maar ook in het water, onder het oppervlak en op de waterbodem. Zonder dat daar een antenne nodig is die boven water uitsteekt. Als het goed is, zijn we nu verbonden met Mark de Wit. Mark, kun jij de presentatie overnemen en ons deelgenoot maken van jouw verhaal? Ik wil even van de regie horen of de verbinding met Mark tot stand is gebracht en of die gaat lukken. Nou, ik zie nu dat hij eruit gaat. Hij was net goed. Ik heb met hem getest in een andere ruimte en ik zie nu dat hij eruit gaat. Dus ik hou even in de gaten of hij er... Hij is weer in. Dus ik denk dat hij nu binnenkomt. Mark, kun jij je camera en je geluid aanzetten? Ja, het is wel grappig ook, want hij zit inderdaad op het Zuid-Laardermeer met verbinding 5G. Op dit moment live, dat leek ons hartstikke leuk bij de boei waar het allemaal om gaat, dat hij de presentatie geeft. En net werkt het, de verbinding. Dus, we wachten nog even rustig af, Ellen, tot die verbinding er tot stand komt.
is te leuk om niet te laten lukken. Ja. Dat klopt ook inderdaad, zeker. Dus het is natuurlijk altijd spannend hè, om op zo'n live bijeenkomst dit te doen. Ja. Maar met dit weer is het natuurlijk ook wel heel gaaf als het lukt. Mark, ik zie nog steeds niet dat je je camera hebt aangezet, of je geluid. En Ellen, jij kunt wel zien dat Mark inmiddels ingelogd is in deze sessie met zijn verbinding. Ja, hij is ingelogd inderdaad. Jazeker. Ja, hij staat bij de presentatoren. Hij heeft alle rechten om zijn geluid aan te zetten. Hij heeft dat soort dingen. Dus ja, ik heb het net met hem getest. Dan wachten we gewoon even tot hij zich meldt live. Nogmaals vanuit het Zuid-Laardermeer. Waar hij je dus een live demo zal gaan geven van de boei waarmee waterkwaliteit wordt gemeten in de oude en de nieuwe situatie. Ja, ik zie nu dat hij weer uit de sessie gaat. Dus ik denk dat hij even opnieuw inlogt. En dat hij dan er weer in komt. Het is wel een wat in de filmwereld een cliffhanger heet, Ellen. Ja, zeker. Dat is ook. Ik heb hem nu moderator gemaakt. Misschien dat dat nog helpt. In plaats van presentator. Ik denk het niet. Maar Mark, hij is op afstand. Dus ik kan hem ook niet helpen om de computer aan te klikken. Ik hoop dat ons publiek nog even geduld kan opbrengen. Misschien maar even ondertussen een drankje of iets moet regelen. En dan gaan wij ondertussen nog steeds proberen om Mark live in onze webinar te krijgen vanaf het Zuid-Laardermeer. Ja, absoluut. Ik stop even met delen. Ja, Mark steekt zijn hand op, dat is al één ding. Als het goed is heb je alle rechten, Mark, om je geluid aan te zetten en om je camera zelf aan te zetten. Dus Mark is weer in de meeting, hebben we geconstateerd. Ja, hij is er. Het is nu de kunst dat Mark zichzelf qua geluid en beeld ook zichtbaar maakt en hoorbaar maakt. Ja, dat is inderdaad. En even kijken. Ik zie tot mijn genoegen dat ons publiek nog even het geduld kan opbrengen om te wachten hoe dit gaat gebeuren. En ik ben zelf ook geweldig benieuwd hoe dit eruit gaat zien, maar het zou fijn zijn als Mark... Het is wel leuk hoor, want ik was net met hem aan het voorbereiden en het is ook gewoon echt heel cool. Hij staat echt in zijn pak op dat meer en die boei achter zich, zeg maar. Dus ja, het is ook echt wel... Reden te meer dat we het nu gaan zien. Het is wel een beetje echt de cliffhanger die de... Ja, ik zie nog een vraag van Wout binnenkomen of hij niet toch per ongeluk nog in de kleedkamer zit. Maar dat kun je vast beter zien dan wij. Ja, nee hoor, hij is gewoon in de kleedkamer. Dat klopt inderdaad. Ja, zeker. We hebben een aparte ruimte waar ik net even met hem getest heb. Wat de kleedkamer, zo heet dat. Ja. Hij zit gewoon in de algemene ruimte. Beeld en geluid staat aan volgens Wout. Dus het zou moeten werken, maar we zien hem nog niet. Ja. En ik krijg ook van iemand anders een tip dat hij inderdaad, zie je zijn camera in de galerijweergave. Ja, ik zie hem inderdaad wel, maar ik heb nog steeds geen geluid van jou, Mark. Heb jij ook al op de microfoon geklikt? Want ik zie je inderdaad wel. Dus als mensen al rechtsbovenin kunnen ze op de galerijweergave klikken. Dat is dat vierkantje met een groot vierkantje en drie eronder. Dan kan je op vier vierkantjes klikken. Dan kun je iedereen zien die er is. Maar
We zien daar Mark wel, maar het geluid inderdaad niet. En hij komt bij andere mensen pas naar voren als je die andere view hebt op het moment dat er geluid komt ook. Dus dat is inderdaad een punt. Maar we kunnen in ieder geval zien dat hij er is. Dat is al punt 1. Nou, we geven nog een paar minuten, Ellen. En anders is het ook is het lastig. We moeten het in het volgende webinar alsnog proberen. Nou, het is wel jammer dat het aantoonbaar werkte en dat het nu net in onze live sessie bij het ophalen van Mark uit de kleedkamer, om het even in overdrachtelijke zin te zeggen, net niet lijkt te lukken. Ja, even kijken. Mark, kan je nog één keer klikken op je microfoon, kijken of het werkt of niet? Ik ben er gewoon bang voor dat het hem niet gaat worden. Zullen we zo doen, Ellen, dat Mark nog één keer uitlogt en weer aanlogt in het systeem en dat nog als laatste poging? Ja, dat lijkt me goed. Ik weet niet of Mark mij kan horen, maar dat hij nog één keer helemaal uit en er weer in gaat. En als dat mislukt, dan geven we nog een paar minuten, dan gaan we dit item verplaatsen naar een nieuwe webinar. Dus Mark, doe nog één keer een poging om eruit en weer in te gaan. Wij hier in de ruimte en ook ons publiek zal denk ik herkennen dat soms het uit- en aanzetten van een device weer gaat helpen. Dus we gaan Mark nog één keer de mogelijkheid geven om dat te proberen. Ja, dat lijkt me een goed idee, Peter, inderdaad. Oh, ik zei al van tevoren, ik vind het heel leuk. Dus we gaan het gewoon zien. Mark heeft in ieder geval de boodschap begrepen, want hij gaat uit de sessie en komt nu terug als Mark 3. Dus hij hoort ons wel. Is die 5G-verbinding goed? Mark hoort ons in ieder geval wel weer. Ja, dat denk ik ook. En dan hopen dat hij ook zichtbaar en hoorbaar wordt. Horen jullie mij? Ja! We horen iets, Mark. Ja. En er is video. De video zien we nog niet, maar die gaat misschien nu komen. Ja, daar begint ook iets op te poppen in beeld. Ja. Ja. Geluid en video. Luid en duidelijk. Ja. Ik zie Mark, heel fijn. Ik zie voor de rest een zwart scherm. Dat deed ik. Mark, wij zien jou wel. Ja. Dus een beetje negeer even het feit dat je ons niet ziet, maar wij zien jou nu en daar zijn we heel blij mee. Welkom in ons webinar en publiek, dank voor het geduld om te wachten tot dit toch lukt. Mark, we hebben nu een aantal slides voorstaan. Jij gaat ons aan de hand nemen, eerst even met een korte slide en dan ga je zelf live een aantal dingen laten zien met je camera. Nou, eerst live de camera en daarna de slides. Oké, dan wil ik eigenlijk de regie vragen om Mark vol in beeld te geven. Ja, je hebt nu de volle camera, Mark, dus ga je gang. Oké. Dan kan mijn fok weer af. Dan is het misschien nog even leuk voor de mensen. Je kan zelf je galerij aanpassen. Rechtsbovenin zie je het, als je daar op die vier vierkantjes klikt, dan kun je dus de luidsprekerweergave. En dan krijg je Mark groot in beeld. Dat wil ik nog even als tip meegeven. Oké, go. Nou, in ieder geval ligt het niet aan 5G. Dus dat is een goede conclusie. Maar daar ligt hij. Groot, lomp, zwaar, onhandelbaar voor één persoon. En dat hadden we graag anders gezien. Nou, deze boeien die zijn voorheen uitgerust met de tweede generatie centapparatuur. En is later geüpdate naar 3G, 4G. Maar het grote probleem was om die data te verzenden, dat kost energie. Dus heb je accu's nodig. En accu's zijn zwaar. Als je dat op water wil gaan inzetten, dan betekent dat je een grote boei moet maken.
En terwijl, ja, de sensoren die hierin zitten, in deze, dit zijn dan multisensoren, maar die zijn vrij klein ten opzichte van de boei. En daar zit nog 2 meter aan een boom onder. Dus ja, voor ons had het een grote voordelen als je die sensoren zou kunnen uitvoeren met centapparatuur die veel minder energie vragen. Dus heb je ook minder accuvermogen nodig, energievermogen. Nou, dat is gelukt. Deze hebben we aangepast. Hier zitten 5 sensoren in en we kunnen deze laten draaien zonder enig probleem. Ja, wat is dan beperkend? Dan ga je kijken naar de sensoren. Maar ja, dat zijn ook energievreters. In ieder geval de sensoren die wij ook gebruiken, hier zitten chlorofielmeters in, ja, met wissertjes, motortjes, et cetera. Ja, dat zou toch ook wel op een andere manier uitgevoerd kunnen worden. Dus we zijn verder gaan ontwikkelen om ook die sensoren kleiner te maken. En wat je hier dus ziet, ja, dat zit nu allemaal hierin. Inclusief een penlight batterij. Sensoren, de elektronica, zendelektronica, het werkt allemaal perfect, zonder enig probleem. We hebben nu duurproeven gedaan en daar is uitgekomen dat een aantal van die sensoren sinds december zijn gestart en nog steeds draaien op 1 penlight batterij. We zijn daarmee nog verder gegaan. Niet alle sensoren hoeven groot worden uitgevoerd. Je kan ze ook nog kleiner maken. Dit zijn bijvoorbeeld prototypes van watertemperatuur en EC sensoren. En het grote voordeel van 5G is gebleken is dat ze ook onder water werken. Dus je kan ze in het water gooien. Op de bodem. Zeker bij onder zoet wateromstandigheden werken die dingen perfect. En dat biedt natuurlijk ook perspectief voor andere toepassingen. Omdat ze veel kleiner gemaakt kunnen worden, ja, kun je ze ook stelt, of in ieder geval zo maken dat ze niet opvallen. Er zijn waterkwaliteitsbeheerders die hebben de behoefte om bepaalde afvalstromen te meten die geloosd worden door sommige industrieën. En die willen graag metingen verrichten voor een effluent lozingspijp. En daarvoor zijn deze ook uitermate goed geschikt. Ze zijn niet meer te vinden in principe. Nou, dat is ook de eerste. Nou ja, dan is de vraag van ja, wat kan je er nou eigenlijk mee? Ik bedoel, als je heel veel sensoren kan gebruiken die heel weinig energie vragen, die waarschijnlijk ook nog goedkoper uitgevoerd kunnen worden. Ja, wat kun je er dan mee? En dan zou ik de eerste sheet willen opvragen. En je ziet hier een drietal sensoren die, als de eerste klik mag, een drietal sensoren in water. Nou, dit is dan toevallig het Zuidlaardermeer. En wij hebben daar sensoren geplaatst die drijven, die zweven, maar die ook op de bodem liggen. We hebben dat in een netwerk gevat. En je mag hem helemaal laten zien hoor. Dus, dit zijn allemaal verschillende sensoren. Die allemaal met 5G werken. En het grote voordeel ook van deze methode is dat je knooppunten kunt maken in het water. Waarbij elke sensor ook met elkaar zou kunnen communiceren. En uiteindelijk is er 1 hoofdsensor, of 1 hoofdunit, die dan zijn pakketjes data verstuurt naar een zendmast. Nou, in dit geval staat die in Meerwijk van Vodafone. En vervolgens kunnen we kijken van wat doet de kwaliteit van het water hier in het meer, met name gedurende de zomerperiode. Op deze manier zijn we in staat om blauwalguitbraak te kunnen voorspellen. Anders dan dat je sensoren gebruikt waarbij je al constateert dat er blauwe alg is. Als je kan voorspellen een aantal dagen van tevoren wanneer er blauwe alg uitbreekt, ja, dan kan een waterkwaliteitsbeheerder zijn maatregelen nemen. Bijvoorbeeld het Zuidlaardermeer
doorspoelen, versneld doorspoelen. Waardoor je een verlaagde kans hebt op uitdraai van blauwe alg. Nou, die gegevens van die sensoren, ja, die zenden wij ook via de lucht naar onze computer. Die worden geïnterpreteerd en vervolgens kunnen die worden uitgelezen op een laptop, op een tablet of op je iPhone. En je zou meteen actie kunnen ondernemen als er wat aan de hand is. Nou, we zijn hiermee ook naar mogelijke probleemhebbers gegaan. Hebben deze mogelijkheden voorgelegd. En die kwamen met andere problematieken waar we een oplossing voor moesten vinden. En dat is ook gelukt. En dat is de volgende sheet. Ja. Want wat ook opvallend was, meer mogelijkheden biedt met 5G, is dat pompgemalen, rioolgemalen, die zijn vaak ook van HDPE uitgevoerd of van beton, diep in de grond, 6, 7 meter. Dat is ruw afvalwater, rioolwater, met haren, met allerlei doekjes. Nou, je wilt het eigenlijk niet weten. En het is mogelijk om een drijvende zonde op de waterlijn, want zo'n pompput die krijgt bij regenval heel veel water binnen, dus dan stijgt het niveau in zo'n pompput. En bij droogte is die vrij laag. Dus de concentratie van afvalwater of de samenstelling van het water, ja, dat verschilt heel erg. En we hebben daar een half jaar op zitten broeden. En ja, wat schetst onze verbazing, dat ook pakketjes data zonder enige problemen vanuit het diepste deel van de put, door de grond naar boven, door een deksel, een metalen deksel, gewoon aankomt bij onze op onze systemen. Nou, de vraag was toen van, ja, als dit lukt en wij willen een bepaalde loser schaken, is het dan ook mogelijk om dit soort systemen in een straatkolk te hangen? Nou, die straatkolken die hebben een putdeksel. Dat is 2-3 centimeter dik staal. En ook daar hebben we geen problemen ondervonden. Dus ja, dat zijn voor ons leuke en opvallende projecten die een hoop perspectief bieden voor verdere ontwikkeling. Het is niet alleen dat 5G een ontwikkeling is, maar bij ons zie je ook dat de sensoren zelf een ontwikkelingsfase doormaken. Die worden ook kleiner, innovatiever en zuiniger, omdat er meer mogelijkheden zijn. Nou, concluderend, dat is de laatste sheet, kun je zeggen dat voor het gebied van waterkwaliteitsmonitoring, ja, er een behoorlijke evolutie zou kunnen plaatsvinden. Hè, van grote, zware systemen in het verleden, hè, met 3G en 4G systemen, kun je met 5G sensoren veel betrouwbaardere data afleveren. En wij zijn van plan om deze ontwikkeling verder door te zetten. Om ook netwerken neer te leggen. Eerst in Nederland samen met waterkwaliteits- of kwantiteitsbeheerders. En bedrijven die daar ook de noodzaak toe zien. We hebben ook getest in het in zeewater. En dat heeft helaas tot wat meer teleurstellende resultaten opgeleverd. Waar het niet, het doet het altijd als er een antenne boven water uitsteekt. Maar onder water totaal geen signaal. Al ben je maar 10 centimeter onder water. Terwijl we hier met een paar meter diep nog signalen in zoetwatersystemen kunnen verzenden. Dus ja, er ligt een hoop mogelijkheden liggen nog te wachten. Hartelijk dank voor uw aandacht. En ik hoop dat er nog een hoop mensen zijn overgebleven. Ja, Mark, ik pak hem even van je terug. Dank voor jouw verhaal vanaf het Zuid-Latermeer. En blijf vooral nog even verbonden, want jouw presentatie roept een aantal vragen op die ik graag nog even met je door wil lopen. En fijn ook om te zien dat het publiek eigenlijk in aantallen gewoon is gebleven. Dus ondanks de aanloopproblemen, dank publiek dat jullie allemaal zijn blijven hangen voor dit prachtige verhaal live vanaf het Zuid-Latermeer. Vragen die ik krijg. Hans van der Sluis die zegt: interessant dat 5G signaal ook onder water nog bruikbaar is. Tot hoe diep is er voldoende signaalsterkte?
Nou, we hebben de officiële testen die we hebben gedaan, die zijn tot 1,80 meter gedaan. En daar hadden we de beperking, omdat ja, daar hadden we nu eenmaal bestoten op een bodem. Dus ja, dan kom je ook niet verder. Nou, ik heb zelf een duikje aan. Dus ik heb zelf ook een keertje zo'n eitje meegenomen. Dat noemen ze een eitje, duiker noemt dat een eitje. Die heb ik meegenomen op 20 meter diepte. En dat lukte ook nog. 20 meter zei je, 2-0. Ja. Ja. Oké. Altijd wel in zoet water. Ja, altijd zoet water. Ja, we hebben zelf gemeten ook in brakwater. En dat lukt dan ook al niet meer. Als er een beetje zout in zit, dan ik denk hoofdzakelijk veroorzaakt door natriumionen. En die zorgen ervoor dat de signalen niet boven water uitkomen. We hebben begrepen van de marine dat zij maken ook gebruik van veel. Zij doen dat wel. Hè. Zij kunnen wel zenden onder water. Maar dat doen ze op veel lagere frequenties. Aha. Oké. En over frequenties gesproken, een vraag van Johan Bokma. Die zegt van op welke frequentie wordt 5G in dit geval gebruikt? Weet jij dat ook, welke frequentie hier gebruikt is? Ja, we maken hier gebruik van de standaard frequenties, nou 7800 megahertz. Dus dat is in die range. Maar het is wel een goede vraag, want wij worden nu ook een hogere frequentie is voor ons niet nodig. Het zijn kleine datapakketjes. En wij kunnen elke minuut een meting doen en dan elke 15 minuten een pakket versturen. Maar je kan het ook een halve dag doen. Maar er zijn nu ook vragen gerezen van ja, wij willen graag kijken of het ook mogelijk is om onderwatergeluid te gaan meten live. Ja, en dan praat je toch over een ander frequentiegebied. Nou, daar zijn we nu over aan het nadenken. Ook over nadenken van ja, moeten wij zelf die kant op gaan? Want we denken dat we hier al meer mogelijkheden voor onszelf inzien. Maar ja, als die vraag toch heel serieus is, ja, dan zullen we waarschijnlijk wel moeten kijken naar hogere frequenties. Nou, daar is collega Wouter van Wezel veel meer gespecialiseerd in dan ik. Even terugkomend op de vorige spreker. Wij hebben het geluk dat we Wouter van Wezel hebben. Die kan de programmatuur ook zelf maken. Dus die kan zelfs programma's schrijven. En dat heeft een groot voordeel als je gebruik gaat maken van standaardpakketten. Dus ja, ook qua energieverbruik heeft hij ervoor gezorgd dat extreem laag is. Wij kunnen naar verwachting, dat hebben we gewoon geëxtrapoleerd, ook afhankelijk van welke sensor je gebruikt. Ja, zouden wij 5 tot 10 jaar lang met een penlight gegevens kunnen verzenden. Wauw, en met welke frequentie, dus ik bedoel, met wat voor ritme worden dan data verstuurd? Hoeveel per uur of per... We hebben testen gedaan met metingen per minuut. Ja? Dan worden ze elke 15 minuten worden ze verzonden. Oké, en dan denk je dus dat je... Dat is de meest dichte. Ja. Maar er zijn ook bepaalde, ja, zoals pijlbeheer. Hè, dat kan je, nou, je kan een intelligent systeem maken. Als je verwacht dat het oppervlaktewaterpeil door weersomstandigheden drastisch verhoogd wordt, dan kan je een intelligente module inzetten of programmaatje maken die dan detecteert van hey, ik zie opeens een verandering. Ik ga nu data's verzenden, zodat ik elke minuut bij wijze van spreken allemaal metingen ga doen. En zodra het weer het toelaat of het niveau in een bepaalde boezem is gezakt, dan kan je zeggen van nou, dat doen we het elke dag eentje. Ja, dan kun je zien dat het veel langer meegaat. Dus ook daar zit een hele goede ontwikkeling in. Ook daar wordt verder over nagedacht. Ik krijg nog een vraag, Mark, van Luc Palmen. Die zegt van maken deze onderwatersensoren gebruik van narrowband IoT? Is dat de dragende technologie? Ja, ook. Ja. 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 We hebben ook gebruik gemaakt van verschillende systemen. Ja. Ja. Hey, kun jij nog even, omdat je nu toch in beeld bent, nog even die kleine sensoren, je had er een paar die je ziet, nog even laten zien in beeld, omdat ik denk dat visueel ook heel mooi ziet, dat je begonnen bent met een stuk kleinere, maar dit is de tussenvariant, hè? Ja, dit is eigenlijk die ene die altijd in een boei hangt. Ja, oké. Okay. Die is ook groot en lomp eigenlijk geworden.
Maar nog steeds een stuk kleiner dan het origineel met die gele boeien, hè? Met die gele, precies, ja. En, maar ja, hier zitten ook wat complexere sensoren in, die wat meer energie vragen. Dus ze zijn wat groter. Maar ja, daar komt dus wel andere elektronica in. En dit soort systemen, ja, dat is wat we te direct ook gebruikt hebben bij die proeven met in het pompgemaal. Daar moesten we pH meten, daar moesten we zuurstof meten, daar moesten we de EC meten, de temperatuur meten. En hoeveel sensoren zitten erin in dat ding wat je in je hand hebt? Als je me nog even voor de camera houdt. Hier zit er vier in. Hier zit er vier sensoren en een penlight batterij. Ja. En ook een processortje voor software. En een stukje software om het te... Oké. Okay. Dan krijg ik nog een vraag van Jelle. Die zegt, en ik weet niet Jelle of Mark dat kan beantwoorden. Want de vraag is of Vodafone hier gebruik maakt van Dynamic Spectrum Sharing. Als jij het weet Mark, dan feel free om te antwoorden. Maar anders moeten we Jelle even los van deze seminar... Even de vraag via Vodafone laten beantwoorden. Ja. Maar Vodafone zit wel in de sessie, geloof ik. Ook de... Ja, ik weet alleen of deze vraag nu ter plekke beantwoord kan worden. Of Wout, dus... Wout is er ook nog. Nee, want Jelle, ik zie inderdaad dat je vraagt of Vodafone het met het huidige 5G-netwerk via Dynamic Spectrum Sharing doet, waarbij... overal dekking is met het lage energieverbruik, of dat ze een speciale testzendmast hebben gebruikt op de officiële 5G-frequentie. Ik kan me voorstellen dat dat een vraag is die we aan Vodafone zelf zouden moeten stellen. Dus Jelle, laten we afspreken dat als jij mij even los hiervan benadert, dan kun je mij die vraag stellen. Dan wil ik hem ook graag even bij Vodafone neerleggen. Dan doen we dat even los van deze sessie. Ik denk dat we richting het einde gaan van deze webinar. Mark, dank je wel voor die heldere uiteenzetting vanaf het Zuid-Ladermeer. Nog één vraagje over, je zei het is een stuk goedkoper. Vergeleken met die grote gele boei en die laatste die je liet zien. Wat is ongeveer de factor van besparing in zo'n boei met sensoren? Het is lastig. Ik heb ooit wel eens wat geroepen, maar dat is het verschil per sensor. Ook de wereld van sensoren is redelijk aan het veranderen. Dit zijn gewoon enorm dure apparaten. Dat gaat toch wel om enkele tienduizenden euro's met zo'n boei erbij. Ja, en dit niet. Oké, maar het gaat dus echt factoren lager. Ja. Oké, ja, duidelijk. Goed zo. Ik zie ook dat we alweer richting het eind van het seminar gaan. Mark, ik wil jou vragen nog even in ieder geval te blijven hangen, ook voor even na afloop. Dus laat de verbinding nog even aanstaan als je wilt. Ik wil het publiek bedanken voor hun geduld en hun aandacht. Excuses voor de problemen met de link, waar we eigenlijk even bij het starten van de sessie ontdekten dat een aantal mensen een oude link had toegestuurd gekregen. Dus daarvoor oprecht onze excuses. En ook dank voor jullie geduld bij het opstarten van de verbinding met het Zuid-Ladermeer. Maar ik durf wel de stelling aan dat het dubbel en dwars de moeite van het wachten waard was. Dus Mark, bedankt. Publiek, bedankt voor jullie aanwezigheid. En we gaan jullie in het nieuwe seizoen weer verrassen met nieuwe sessies over 5G en toepassingen daarvan. Dus hierbij wil ik de sessie afsluiten en jullie allemaal... een genoeglijke dag in het zonnetje wensen en we zien jullie graag weer terug bij een volgende webinar van 5 Groningen in samenwerking met de RUG en de Hans Hogeschool.